Het is juni 2002. Het WK voetbal is net begonnen. Hier in de studio treffen elkaar Rinus Michels en die andere grootheid uit de Nederlandse sportwereld, Anton Gesink. Meneer Gesink is in opspraak geraakt door een onparlementaire uitdrukking, door hem gebezigd voor de radio, over zijn snikkel. Anton Gesink en Rinus Michels. Ja. Yes. Wow. Dank. Ja, meneer Gesink. Wat wil nou het geval? Ik heb een brief gekregen. Ja, meteen even maar even een puntje van orde. Meneer Misschien kunnen we Michels, de privé-correspondentie van de heer Gesink gelijk maar even buiten beschouwing laten. Ja. Oh. Dat we dus alle brieven van de heer Gesink en het NOC en het IOC en het COC en de WOC, als we het allemaal gaan bespreken. Dan zit ik al lang en breed met twee vleugels op mijn rug te toepen met Bart de Graaf. Nou, ja, Henk, wat had ik ook alweer gezegd? U had een brief gekregen. Ik had een brief gekregen, ja. Ja, dat komt regelmatig komt het voor. Ja. En dit was geen brief van de IOC, daar krijg ik ook wel brieven over, maar daar ga ik niet hierover zitten vertellen. Als dat zou kunnen, ja. Ja, maar dit was een schandalige brief van de openbare bibliotheek. Van bij mij op de hoek. Als dat zou ik dus vier boeken te laat hebben ingeleverd. Welke boeken waren dat, meneer Gesink? Dat was liever een hengel dan een vis. Dat heeft u zelf geschreven? Ja, want dat boek van meneer Gesink, daar heb ik nog een hele stapel van zien omvallen bij de slechte. Oh ja? Oh, oh, ja. Ja, de politie moest er nog aan te pas komen, want er werden twee kleuters bedolven onder die boeken. Oh, dat is dan oprecht niet de bedoeling geweest. Nee. Nee, maar toen ik het schreef, dacht ik nog, ik schrijf maar één boek. Dan kan het tenminste geen kind onderkomen. Ja, nou, waar waren we gebleven, heren? Geen idee. In de bibliotheek. In de bibliotheek. Ik dacht in de bibliotheek. Wat waren die andere drie boeken die u heeft gelezen? Het waren vier exemplaren van mijn eigen boek. Want het was ter controle. Want dat weet u misschien niet, maar mijn boeken worden stelselmatig uit alle bibliotheken van het land verdonkere maand. Niet. Dus ter controle heb ik ze alle vier geleend. Ja. En toen kreeg ik een brief dat ik ze te laat zou hebben teruggebracht. Maar dat klopt niet, want ik heb ze nog helemaal niet teruggebracht. En dat ben ik niet van plan ook, want ik ben een gekke Gerritje niet. Nee. Want ze gaan nou een boete eisen en die ga ik stelselmatig ga ik die aanvechten. Desnoods tot aan het Japanse Hof. Het Japanse Hof? Ja. Waar staat de bibliotheek, meneer Gesink? Die staat bij mij op de hoek in Utrecht, want daar woon ik. Op de Anton Gesinkstraat, nummer 1. Meneer Spaar, misschien dat we het stratenplan van Utrecht ook even buiten beschouwing kunnen houden. Ja. Dat is nou, een hele opzomming. Is er in Amsterdam al een Rinus Michelstraat dan? Een Rinus Michelstraat? Ik dacht het wel, ja. Ja, nou, dan woont u sinds 1974 zeker op nummer 2. Ja, in 1988 ben ik verhuisd naar nummer 1. Oh, woont u zo klein dan? Het is goed. Heren, even naar de actualiteit. Het WK. Meneer Michels, wat vindt u van de actie van Pelé? Van Pelé? Ja. Nou, ik heb tot op heden nog weinig acties van de heer Pelé mogen meemaken. Dus, ja. U weet trouwens dat Pelé niet zijn echte naam is. Oh, nee? Hij heet Edson Narantes de Donascimento. Oh. Dat heb ik laatst opgevangen bij een of andere quiz. Mensen gaan de naam vergeten. Get the Picture. Of Met z'n allen tegen 100. Of Lingo of zoiets. Nee, Lingo kan het niet geweest zijn. Want Pelé heeft maar vier letters. Ja, dat klopt. Het was vier letter Lingo, ja. Maar het was makkelijk. Vier letter Lingo. Ja, makkelijk, ja. Oh. Ja, nou, ik bedoel natuurlijk die commercial van Pelé over die erectieproblemen. Dat bedoel ik. Ik heb geen idee. Weet ik niks van. Nou, we hebben een filmpje. Heeft hij problemen? Ja, we gaan even kijken. Mijn grootste triomfen heb ik hier beleefd. En mijn grootste nederlagen. Met de beste spelers ter wereld. Hier bespraken we alles. Behalve één ding. Erectieproblemen. Mannen praten daar liever niet over. Die stilte moet worden doorbroken. Heel wat mannen deden dat al. Veel meer dan in dit stadion. Blijf er niet mee zitten.
Ik ga er wel raar van praten van dit spul. Ja. Ja, persoonlijk, meneer Spaan, kan ik geen harde krijgen hoor, van het filmpje. Nee? Nou, ik vind het een beetje een slap verhaaltje. Ja? Maar nou ja, je ziet maar weer, dus, als je dus als man zijnde op het moment dus, dat er dus wat gebracht moet worden, ja, dat op dat moment dus niet kan brengen. Ja. Dan krijg je dus wel door de moeder de vrouw de rekening gepresenteerd. Ja. En dan krijg je een klap in de koekenpan. En dan kun je de nacht in doorbrengen in het park met Tefal op je voorhoofd. Nee, dat kan niet. Tefal is 5 letters. Ja. Tefal. Dus dat klopt niet. Meneer Michels. Ik ben even de draad kwijt, ja, maar we gaan gerustig door. Wat vindt u van het WK tot nu toe? Het WK tot nu toe vind ik de wedstrijden wat aan de vroege kant. Ja? Ja. Wel, maar dat klopt, hè, want het is in Japan. Ja. Dat weet ik toevallig, want daar kom ik ook vaak. Ja. Maar in Japan is alles altijd vroeg. Ja. Oh, ja? Want dat in verband met de reizende zon is dat. Ja, want je hebt hier de aarde. Ja. En dan heb je daar de zon. Ja, misschien dat we de structuur van het zonnestelsel er even buiten beschouwing kunnen hebben. Ja. Probeer het uit te leggen. Even, even nog iets heel anders, meneer Geesink. U heeft kritiek gehad op het NOC. Ja, en u schandalig. Heeft de, ja, nu heeft de voorzitter daarvan... Dat zijn incompetente mensen. Ja, maar de voorzitter daarvan, meneer Blankert, heeft gezegd dat u met die kritiek ook over uw eigen schoenen heen plast. Ja. En daar heeft u weer een commentaar op geleverd voor de radio. Oh. Meneer Geesink, volgens meneer Blankert zou u nieuwe schoenen moeten kopen, want u zou op uw eigen schoenen plassen. Klopt dat? Nee, dat is bezorgdheid of er iets met mijn, met mijn snikkel aan de hand. Dus laten we het zo stellen. Dus het is misplaatste bezorgdheid van de voorzitter van NRC NSF? Ja, absoluut. In de eerste plaats kan hij dat niet weten. Hè? En daarbij komt nog dat er met mijn plas totaal niets aan de hand is. Kijk, dit is natuurlijk overdreven te stellen dat mijn vrouw er een reuzensalto om maakt. Dat is natuurlijk overdreven, maar voor de rest is het allemaal nog prima in orde. Ja, dat is toch precies wat ik zeg. Ja, maar hoe kunt u zoiets zeggen, meneer Geesink? Het is gewoon de harde waarheid. Je kan er geen reuzensalto over maken. Maar op onze leeftijd is het meer koppeltje duikelen, zeg maar. Ja. Nou, misschien kunnen we de snikkel van de heer Geesink even erbuiten laten. Ja. Nou, ik wil hem ook best even buiten laten. Nee, meneer Geesink. De eerste 3 rijen daar een beetje naar achteren moeten. Nee, meneer Geesink. Maar dat er geen ongelukken gebeuren. Als ik helemaal ga slingeren, dan kunnen er ongelukken gebeuren. Tot zover, studio's. Nee, we gaan helemaal niet stoppen. Hoe denkt u dat ik de Japaner in 64 tegen de mat gehouden heb? Toch niet met mijn armen zeker. Meneer Geesink. Hij heeft na afloop nog geklaagd dat hij het gevoel had dat hij met een reuzenpython lag te worstelen. Meneer Geesink. Hij probeerde ook steeds af te kloppen. Maar ja, er wordt alleen maar groter van natuurlijk. Nu is het echt afgelopen, meneer Geesink. Ja.